Subscribe, motherfucker. Jezus man, dat was echt lijfelijk smerig. Als je kneusje wil dijken voor de eerste keer, moet je dat niet stoned doen. Dus ik zeg daaronder gelijk, ik ben stoned. Zegt hij, haha. Dus ik zeg, wat is je advies? Hij zegt, gewoon doen als je tegen bloed kunt. Dus ik zeg, een beetje. Hij zegt, ik keek het filmpje ook stoned en ik moest lachen. Dus ik zeg, oké. Hij zegt, zie het als Jackass, alleen nu gaat het fout. Vraagt overleefd. Nou, ik ga gauw dit aan elkaar plakken en dan zal ik het daarop toesturen. Kneusje wil duiken. Op dumpert.nl staat, Jezus man, dat was echt lijfelijk smerig. Als je kneusje wil duiken voor het eerst kijkt, moet je dat niet stoned doen. Ik ben... Ja, dus... Kijken op eigen risico. Dingen die je niet durft te googelen. Gas breekt gezicht in twee. Oké, fuck it. Fuck jou, waarom zeg je dit soort dingen tegen? Omdat ik dit moet gaan kijken. Yo, zo dat het geen close-up is. Oh, het is vet pixelated. Schreeuw is niet zo, joh. Uit je bek. Sprong je nou precies op... Oh ja, die is dood. Dat is veel bloed. Gast, waarom doet hij überhaupt nog moeite? Is dat nou ambulance of een vrouw? Hey, we hadden nog wel zo'n leuke dag. Ja, springt er nog iemand achteraan. Het duurt nog 2 minuten. Gaat er nog iemand naar beneden met de camera? Ik kan niet zien, hè. Hebben ze geen betere kwaliteit? Ik wist niet dat dat kon. Kneusje wil duiken, nou. Leeft hij nog? Hij leeft nog. What the fuck? Hoe dan? Ik kan zijn hersens zien. Dit is fucking nep. Kan niet anders, toch? Nee. Ik heb ook een keertje gedoken en toen dook ik op de bodem van het zwembad en toen verloor ik mijn voortanden. Ik schraapte zo met mijn voortanden over de bodem. Hier lag het helemaal open, hier lag het helemaal open, hier. Ik dacht dat dat erg was, maar... Meisje van de duiken, die wint bij far. What the fuck?
Fuck. Ik wil nog een keer zien hoe hij springt. Is het hetzelfde? Ja, hij gaat wel echt naar met zijn hoofd zo. Tja. Jammer dat er niet bij staat hoeveel hechtingen die hij uiteindelijk heeft aan overgehouden. Je hoort hem nog ademen. Ze zitten nu in het ziekenhuis, zeg maar, net als het op een mooi strandje. En nu zie je hem in het ziekenhuis liggen met vanaf hier tot en met ergens hierboven. Gewoon helemaal open, gewoon zo. Gewoon. Ze moeten hem zo dicht aan elkaar doen. Ja. Als je zo'n rots in je tuin hebt, dan zou ik zeggen, dan try this at home. En anders, don't try this at the coast either. Ja. Nou, als je wilt duiken, waarom heb ik dit bekeken ook? Oh, iemand zei het. Zit je er allemaal half drie s'nachts? Goed. Er komen binnenkort ook grabbervlogs, houden.